Voilà, up. Dat riekt hier al nog gezond. Een snuif bruine suiker. Ik heb gedanst aan de pannenkoekjes. In de kom, William. Dan is het klaar. Bij mij is het een beetje soep geworden. Als je dit in de auto hoort. Ik weet bijna zeker dat als je dit vaak voorbij hoort komen, dat je bijna niet anders kan dan... Ja, even meezingen, ja. Een beetje meezingen. Ik betrap me nog op dat ik het zelf af en toe gewoon thuis zing. Ja, oh, ja? De beste classics in 58 Dance Department. Als er een mini spanner. Mezelf te zijn, waardoor ik eigenlijk altijd lach, terwijl ik eigenlijk moet huilen, een beetje. Oeh. Dus dan huil ik altijd super hard thuis, terwijl ik eigenlijk op school dat wel lach. Dus je probeert dat een beetje weg te steken eigenlijk, ja. Dat je verdrietig bent. Ja. En thuis komt het er dan allemaal uit. Ja, inderdaad. Ja. Maar ik wil graag vrienden hebben, maar ik heb het ook al moeilijk met vrienden maken. En dan zou ik dachten dat zij mij een beetje gingen helpen of zo, maar nee. Verteld heb ze vorige keer. Dat heeft ons eigenlijk wel geraakt. We vonden dat heel schoon, wat jij verteld hebt. En daarom, Lauren, hebben wij een verrassing voor u. Weet je al wat de verrassing is? Nee, nog niet. Zit je benieuwd naar wat de verrassing is? Jazeker. En jouw verrassing staat hier! Hoe gaat het met jou? Wat is jouw naam trouwens? Lauren. Hallo Lauren, ik ben Pommelien. Ga je straks kijken als ik ga optreden? Ja. Zalig. En wie is dit? Dat is Victor, dat is van school tegen pesten. Wat een fan. Oh. En dat is hier ook voor jou. Sorry. Maar we hebben alle twee. Victor ook? Ja. Maar, mag ik jou een knuffel geven? Ja. Dankjewel voor die mooie cadeautjes. Ja, wie niet? Matthias van den Bulken. Sowieso Naomi. Die is echt heel rebels. Ik heb die ook al geregeld hier in Beach House. Heel veel cocktails. Ik denk Joren. Ja, ik heb hem al een paar keer gezien op Q-Pop en de Foute Party. Dus ja, ik denk dat de kans groot is bij hem. Nee, Matthias van den Bulken. Sowieso. Wie anders? Matthias, zeker? Is er al niet gebeurd? Nieuwe item, sinds een aantal weken geïntroduceerd. Evers en Co geeft antwoord. Hier zitten we allemaal. Hallo. Ja, zitten wij enorm verlegen om vragen, want niemand vraagt wat. Dus als jullie misschien... ...geven over een Q-top 40 artiest. Het is aan jou om zo snel mogelijk de artiest te raden. Tip 1. De volgende artiest werd beroemd door video's op Vine te posten. Door naar tip 2. Deze artiest leerde zichzelf gitaar spelen met behulp van YouTube-tutorials. Wie zou dat kunnen zijn? Tip 3. De artiest in kwestie heeft Portugese roots. Nee? Oké, dan gaan we door naar tip 4. Hij sprak de stem in van een zingende krokodil. En, spoiler, het is niet Schnappie. Als je het echt nog niet weet, is hier tip 5. Hij was een tijd uit de spotlights, maar nu is hij helemaal terug. Wie zoeken we? Laat het weten. Ekster in mijn zin en win deze portefeuille. Op het lievelingsmenu van de Ekster staan sowieso al de mier en de vlieg. Dat is gekend, maar zeker ook af en toe een rups. Ja. Op afsluiten, want rook je niet, dan bieden wij je ook aan om gewoon even een middag in de fabriek te komen helpen. Stel dat je nou wel rookt, dan vind ik het wel leuk dat je er even een speciale Koen in Stannen augurk op de markt brengt. Die weddenschap wil ik best aangaan hoor. Want ja? Ik dan op een ochtend dat ik kon uitslapen, zet ik mijn wekker op dat tijdstip. Het was niet zozeer potent als wel gewoon dat je voor je gevoel even toch, nou ja, misschien wel potent. Gewoon dat je dacht, hahaha, nu heb ik jullie, ik sta weer dezelfde tijd als gisteren op. En nu kan ik me lekker omdraaien, niemand maakt me wat. En dan sliep ik vaak tot 11 uur uit. Dan zo bijzonder aan de bal van Arie. Ja, die ballen van Arie, die zijn echt om te spullen. Maar stevig of niet? Stevige ballen. Ja, en maar, een beetje... Jij hebt natuurlijk een hoop ballen gegeten in je leven, hè? Ja, maar die van Arie. Waren de lekkerste ballen uit? Ja, echt de beste. Vol en rood.
romig. Ja, ja, waren ze groter dan je had verwacht? Een beetje scherp, lekker kruidig. Ja. Oh, ja. Ja? Ja, het is geappt, Florentien. Ik... Nou, ik zal nog even kijken, maar volgens mij heb ik nog geen berichtje. Oh, ik wil wel graag een berichtje. Werkelijk iedereen... Want jij hebt ook die uitnodiging niet gehad. Heb je ook die uitnodiging gehad? Die heb ik ook niet gehad. Ook niet gehad. Maar de uitnodiging kerstbal. Nee, ik mag graag een zakje kroephoek leeg eten. Maar voorheen namelijk die grote lange plakken. Vaak worden vakken gevuld en dan gaan die plakken stuk. Dat is altijd heel irritant. Nou, daarom zijn ze dus niet meer te verkrijgen. Ik heb eerlijk gezegd het nut van die hele lange kroephoeks nooit helemaal begrepen. Want je maakt hem toch altijd sowieso klein als je... Nee, het is zo'n hele lange plak. Sowieso, klak, 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 klak.